Mijn naam is Astrid Rijk en ik ben coördinator bewonersparticipatie bij Woonparties Midden-Holland. We zijn nu in het project FW Rijksstraat IJsselaan. Hier zijn we bezig met groot onderhoud van 100 woningen, vooroorlogse woningen. En dus een vrij omvangrijk ingrijpend project. Sowieso vooraf hebben we daar heel veel overleg al mee gehad. En tijdens de werkzaamheden doen we iedere maand hebben we overleg met de bewonerscommissie om de lopende punten te bespreken. Nou, we zijn in november begonnen, november 2021. En we verwachten begin 2023 klaar te zijn. Het is een soort treintje wat er gaat. Er wordt steeds een plukje woningen wordt er aangepakt. Die mensen die gaan ook verhuizen. En zo wisselt zich dat steeds af. Ja. En dat moet ook wel op deze manier. Je kan niet een hele straat natuurlijk, want dan zou het betekenen dat we 100 logeerwoningen nodig hadden gehad. Het is zodanig ingrijpend dat we de hele begane grondvloer eruit halen. Omdat de fundering slecht was, dus die moet vervangen worden. Dat betekent dat de huurders die hier wonen allemaal voor 10 weken hun woning uit moeten. En zij gaan naar een logeerwoning. En dat is een logeerwoning, is een ingerichte woning waar alles is. Je kan het vergelijken met een huisje bij Sporthuis Centrum, zeg ik altijd. Alles is er wat je nodig hebt. Je moet alleen je eigen kleding meenemen en je beddengoed. En het noodzakelijk onderhoud, dat is eigenlijk gestart met wat we hier zien. Het vervangen van de fundering. Die was slecht. Dat betekent dat de hele begane grondvloer eruit moet. We staan hier in de woonkamer. Hierachter is de keuken en de badkamer. En wij vervangen dat door nieuwe fundering. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook met energiebesparende voorzieningen. En hier komt vloerverwarming. Hier komt sowieso ook vloerisolatie natuurlijk. Nieuwe keuken, nieuwe badkamer. Wat we verder nog doen is dat we de buitenzijde, de buitenmuren isoleren. Er komt nieuwe dakbedekking op met isolerende voorzieningen. Kozijnen blijven er. Die zijn aantal jaren geleden zijn die al vervangen. En ook het glas wat hier zit blijft ook zitten, want dat is al HR++ glas. De huidige verwarming die blijft gewoon, alleen als extra bijverwarming wordt er dus ook vloerverwarming aangelegd. Aan de voorzijde behouden we eigenlijk zoals het er nu uitziet, alleen komt dus nieuwe isolerende voorzieningen en dat wordt afgewerkt, maar in dezelfde steenstrips als wat er zat. Alles blijft eigenlijk gewoon intact en de huurder krijgt ook zijn woonkamer weer terug zoals hij hem heeft achtergelaten, alleen dan wel met een nieuwe vloer erin. Bewoners kunnen ook van tevoren een nieuwe vloer uitkiezen en op het moment dat zij terugkeren naar de woning ligt die nieuwe vloer er ook al in. Dus dan kunnen ze hun spullen gewoon er weer inzetten. De spullen wordt al die tijd wordt opgeslagen in een container. En na die 10 weken zorgt de aannemer ook weer dat het allemaal weer netjes teruggaat. De meeste mensen komen gewoon in hunzelfde woning inderdaad weer terug. Want alleen de begane grond wordt leeggemaakt en boven blijft het gewoon zoals het is. En iedereen krijgt ook een nieuwe schuur. Dus als je tuin verzakt is, kan je daarvoor grond bij ons bestellen en dan wordt dat geleverd. We gaan naar energielabel A. Die vloerverwarming is bijvoorbeeld al één klein onderdeel wat daarmee te maken heeft. Dat kan straks ook gewoon van het gas af. Maar wil je zoveel woningen van het gas af, dan moet er denk ik nog veel meer gebeuren. En dan zijn we in gesprek met de gemeente. Okay.